vrijdag en ik ben heel erg moe. Ben je ook moe? Wij zijn moe. Moe. Ik heb gisteren tot 12:30 doorgewerkt aan mijn geldvideo, maar hij was wel op tijd online vandaag. En toen moest ik... Echt? Ja. En toen gingen we slapen? Ja. En toen ben jij nog niet gaan slapen. Nee. Daarom vond ik dat je moest gaan slapen, want het was 12:30. En om 6:30 ging de wekker en ik heb er nog geen moment... Wat zeg je? Haarwerk. Maar ja, jij ging uitslapen, maar dat is maar goed. Helemaal niet. Nee, ja, ik ging 8 uur. En, maar het is nu 5 over half 12, maar we hadden de hele avond had ik hard gewerkt en Joran had hard toneelspeeld. En eigenlijk moeten we gaan slapen, maar we gaan toch eerst nog even ontspannen. Chips zitten, tv kijken. Het is vrijdag. Precies. En Frank, tot morgen. Mensen, welkom op zaterdag. Let niet op mijn vette haar, ik ga zo nog douchen. Maar we moesten bijtijds opstaan. Want een vriend van Joran, Frank, die komt hier gezellig ontbijten. Dus ik ben een heerlijk ontbijtje aan het maken. Met mijn yoghurtje en croissantjes en broodjes en aardbeidjes. Dus, maar ik had vorige keer van zeg maar croissantjes zelf gerold en in de oven gedaan. Die zijn heel lekker, alleen qua vorm waren ze totaal mislukt. Dus ik moet nu even goed naar een filmpje kijken hoe ik die vorm nou goed krijg. En dat is niet helemaal mijn ding, maar we gaan het proberen. Lekker ontbeten. Het is nu 1 uur en wij gaan nu naar Den Bosch, want we gaan een high tea doen voor mijn afstuderen met mijn oma en mijn moeder en mijn tante. En dat wordt heel gezellig. We gaan weer naar de yoghurtbarn, waar ik een paar weken geleden ook in Nijmegen was, omdat ik dat zo leuk vond. Alleen nu gaan we in Den Bosch. Dus ik ga rijden, dus jullie zullen weinig tot geen beelden van de weg zien. En ik hoop dat we het overleven. Gegeten. Tenminste, ik vond het lekker. Vond je het lekker? Ja. Het is niet helemaal jouw ding natuurlijk. Nee, het is niet mijn ding, maar op zich waren de dingen wel goed, zeg maar. Ja. Ik had ook meer gekregen dan in Nijmegen. Ja, ik had echt gewoon evenveel als jullie. Terwijl in Nijmegen had ik als veganist minder dan de anderen. Dus dat was leuk. En nu is mijn moeder nog even mijn oma binnen aan het brengen. Dus we wachten even op mijn mama. En dan rijden we door naar Nijmegen. Mama was met de trein gegaan, zodat we niet met 2 auto's daarna terug gingen. En nu gaat Joran rijden. Mama wordt snel misselijk en ik rijd een beetje misselijkmakend. We hebben lekker geshoeld. Joran heeft verloren. Ik heb niet gewonnen, mama heeft gewonnen, maar ik ben wel 2e geworden. Nou, dat vind ik best wel knap, ja. We gaan nu lekker slapen. Morgen gaat er weer van alles gebeuren. Dus ik spreek jullie dan weer. Mensen, het is zondag. Het is lekker weer. Ik ga naar de stad fietsen in Nijmegen, want ik ga lunchen met een vriendin. Het is inmiddels vele uren later en ik ben weer thuis in Oostgeest. Laatst wat jullie hebben gezien is dat ik kleren aan het passen was. En toen was mijn camera leeg. Maar toen ik terugkwam van de stad gingen we eigenlijk meteen terug naar Oostgeest rijden. En toen ik hier aankwam heb ik meteen mijn camera aan de lader gedaan. En hij was nu ongeveer pas opgeladen. Dus duurde eventjes. Ik heb uiteindelijk wat kleding gekocht. Ik wil dat nog aan jullie laten zien en ik wil er ook iets bij vertellen. Maar het is nu 22:30 en ik wil heel graag slapen. Omdat ik afgelopen week heel weinig heb geslapen. En in het weekend heb ik niet echt bijgeslapen. Dus ik wil even vanavond niet te laat naar bed. En morgen hoef ik ook niet heel vroeg op. En dan kan ik een beetje fit aan een nieuwe week beginnen. Dus ik ga morgen deze vlog afsluiten. En nog eventjes wat dingetjes vertellen. Ook al is het dan eigenlijk geen weekend meer. Maar dat gaan jullie nu zien. Oké, mensen, daar zijn we weer op maandag. Ik was gisteren dus lunchen met een vriendin uit Nijmegen in de stad. Oh, oké. Hallo! Dat was heel erg gezellig. We hebben heel lekker gegeten. En daarna zei ik zo van, joh, ik heb, in juni heb ik een bruiloft en ik ben nog een beetje op zoek naar kleren. Zouden we nu misschien nog even kunnen kijken of er iets leuks is. En toen zijn we uiteindelijk een winkel ingegaan. Het heette de Cotton Club. Ik ging het een beetje opzoeken op internet. Het is zeg maar van de Sting. Wat natuurlijk gewoon een keten is. En Cotton Club is op zich, volgens mij zit er ook in Amsterdam of zo. Maar het is in ieder geval niet super bekend. En die hele winkel, het was al helemaal zomer in die winkel. Zo leuk. Allemaal super zomerse kleding. En ik ging eigenlijk naar binnen omdat ik een broekje zag. Een paspop had een broekje aan. Dat vond ik zo leuk. Maar dat vond ik uiteindelijk toen ik het aan had niet zo heel erg leuk. Maar uiteindelijk heb ik een andere outfit gevonden die ik echt zo super leuk vond. Die heb ik dan ook gekocht. Het was wel vrij prijzig. Het was echt wel een hele dure winkel. Ik vertel dan wel altijd aan mezelf van, nou ja, dan zal het wel goede kwaliteit zijn. Dan zal het wel misschien niet super erg met kinderarbeid en zo zijn. Dat schijnt allemaal niet echt uit te maken of iets duur is of niet. Maar goed, het was bij elkaar was het 80 euro dat ik maar twee dingen heb gekocht. Het broekje was 30 en het blazertje was 50. Ja, ik vind het op zich wel waard, want het is, ik kan het aandoen naar die bruiloft, maar dat broekje is ook gewoon een super zomers broekje. En echt gewoon, dat ga ik heel vaak dragen, denk ik. Maar dat blazertje kan ik ook gewoon, met een lange broek, kan ik gewoon in les geven. Dus het is gewoon een prima outfit. Ik ben daar heel erg blij mee. En ik vind het ook wel gewoon leuk dat ik niet een jurkje aan heb. Want de meeste mensen trekken toch wel een jurkje aan naar een bruiloft. Ik was eigenlijk op zoek naar een jumpsuit of playsuit-achtig iets. Een kort pakje, kort broekje, weet je wel. Met een kort broekje en dan maar dat het één pakje is. Daar was ik heel erg hard naar op zoek. Maar ja, dat hadden ze niet. Maar dit is wel vergelijkbaar. Ik ben er super blij mee. Dus dan wordt het nu tijd om het aan te trekken. Zodat ik het jullie kan laten zien. Nou, dit is het. Ik heb er nu een zwart hemdje onderaan. Maar ik wil met de bruiloft, daar wil ik gewoon echt nog een hemdje voor kopen. Of groen. Dus of dat deze kleur groener zit. Of iets van gebroken wit of zo. Als een struitje. En ik ga er dan hakjes onderaan doen. En ik vind het echt super leuk. Ik vind wel, als ik dit blazertje dicht doe, dan vind ik hem meteen eigenlijk veel te groot. Dus hij moet wel echt open. Dat vind ik hem leuk. Ik vind het fijn zeg maar, om het broekje iets hoger te doen, zo. Maar dan valt echt mijn beeld onderuit. Dus dat is niet de bedoeling. Hij moet wel iets lager. En als het dan zeg maar na de bruiloft, na de ceremonie, dan is het feest. En dan doe je dit uit. En dan gaan we dansen. En dan heb ik een leuk hemdje erbovenaan. Bijvoorbeeld zo'n hemdje die ik ook had gepast gisteren. Vond ik ook heel leuk erboven, maar ik vond gewoon zo'n dure winkel dat ik niet een leuk hemdje voor 20 euro even wilde kopen. Nou, dus hier ben ik heel erg blij mee. Eindelijk een outfit voor de bruiloft. Yay! En ik had dus, het was natuurlijk best wel veel geld, maar ik had best wel veel geld gekregen voor mijn afstuderen van mijn oma en van mijn tante. Maar ik had... Hallo, wat is er nou? Maar ik had ook natuurlijk best veel opgepast afgelopen tijd. En ik had al heel lang geen kleding gekocht. Dus ik had kledinggeld opgespaard. Dus ik kon het allemaal wel betalen. Dus dat is heel fijn. Goed mensen, dan was dit de weekendvlog. Ik ga hem afsluiten, ik ga hem bewerken, ik ga hem online knallen. Kunnen jullie hem lekker gaan kijken? Volgend weekend wordt wel heel erg leuk, want Jorens uitvoering van de musicals eindelijk. Het begint donderdag al, heeft hij vrijdag weer en dan zaterdag 2 keer. Dus dat is wel heel erg leuk. Ik ga er op donderdag naartoe, maar dan is het nog geen weekend, dus dan vlog ik niet. En ik ga er op zaterdag naartoe. De eerste en de laatste wilde ik graag zien. Dus dat gaan jullie allemaal meekrijgen. En op zondag gaan we ook wat leuks doen, dus kom gewoon snel weer kijken. Ik hoop dat jullie het gezellig vonden en dat jullie dus volgende week ook weer langskomen. Bedankt voor het kijken. Doei!